Ergens in het woud ligt een land van goud. De mussen baden er in zilveren plassen en aan de bomen groeien platina perziken. De weg naar het land is onbekend en het woud is dicht begroeid. Hoe langer we het land zoeken, hoe mooier het wordt. Steeds wanneer we het niet vinden, fonkelt het iets verder. En de twee jongetjes horen bij het vlei dat Sabeltand Tijger heet. Ik vroeg voor mijn verjaardag een sabeltandtijger. Iets wat is uitgestorven kun je niet weer tot leven wekken, zei mijn vader. Kort daarna gingen hij en mijn moeder uit elkaar. Ik kreeg een streepjeskat, de troostprijs. De kat en ik reisden tussen hun huizen heen en weer. De ene week bij vader, de andere week bij moeder. Intussen zijn we 30 jaar verder. Ik heb nu mijn eigen huis. Toch kan mijn hart nog steeds zwaar worden als ik een streepjeskat zie. Dan denk ik aan de sabeltandtijger en aan alles wat is uitgestorven. Toon en Charlotte hebben de streepjeskat ook getekend. Die staat op de pagina voor de illustratie die jullie zien. Die heb ik nog even mee. Witlof salade. Soms, als we op zondag allemaal naast elkaar zitten aan die veel te lange tafel, verdwijl ik tussen de kroketjes en de witlofsalade. Ik kijk naar de kinderen van mijn kleinkinderen. Ze hebben namen die ik niet kan onthouden, spelen spelletjes die ik niet begrijp. Ik neem nog een hap van de witlofsalade. Het recept is van mijn moeder. Als kleine jongen viste ik naar de stukjes appel. Precies zoals de kinderen dat vandaag doen. Het is een besef dat langzaam groeit. Hoe zoet, zelden zonder bitter kan. De man die jullie hier zien is gebaseerd op een foto van de opa van Charlotte. Ze hebben eigenlijk al hun tekeningen gemaakt op basis van... Ze hebben eigenlijk samen, ze werken met twee. En ze hebben bij ieder, de verhalen waren op voorhand geschreven, en ze hebben bij ieder verhaal een beeld bedacht en daar dan eerst een foto van gemaakt, vaak met mensen die ze kennen, dus bijvoorbeeld hier Charlotte haar opa. Ze poseren ook soms zelf voor hun tekeningen. En nadat ze die foto hebben gemaakt, tekenen ze die eigenlijk uit en spreken ze dan onder elkaar af wie welk deel van de illustratie gaat invullen. Dus ze werken eigenlijk allebei met heel verschillende technieken. Toonwerk bijvoorbeeld, iets meer met druktechnieken, zoals het zwarte silhouet of het onderhemdje van de man. En Charlotte schildert iets vaker. Dus zo wisselen ze eigenlijk af. Dus ze geven de tekening aan elkaar door, heen en weer, een aantal keer, tot ze helemaal af is. En dit verhaal heet Geleend gezicht. Soms herken ik mijn vader in de manier waarop een donkerbruine jas om de schouders van een fietser valt. Hij leent zijn silhouet uit aan de pakjesbezorger die voor mijn melkglazen voordeur staat, deelt zijn oogopslag met de man op een metershoog reclamepaneel langs de afrit van een snelweg. Ik zie hem verschijnen onder de laag scheerschuim die ik van mijn gezicht schraap. Dan denk ik aan het grauwe stoppeltapijt dat onder zijn wangen schemerde, hoe ik als kind dat ruwe landschap met mijn vingertoppen verkende. Het landschap is verdwenen, net als mijn vader. Hij is niet de fietser, nog de pakjesbezorger. Hij leent zijn gezicht aan vreemden uit, laat me vervolgens verweest achter. Heimwee. De maan was smal die nacht, het licht van de vliegenlamp paars. Een naaktslak kroop traag in de richting van het gazon. Ze ontweek daarbij de zoutkorrels die mijn vader had gestrooid. Het zout moest zich een weg door de slakken heen bijten, net zoals de slakken dat door mijn vaders sla deden. Een nachtvlinder vloog op de lamp af. Zijn vleugels verkruimelden tot stof. Het spoor van de naaktslak glinsterde in het maanlicht. Ik vroeg me af hoe het voelt om bloot onder de hemel te reizen. Of je heimwee kunt hebben naar een huis dat er niet is.